ben 43 jaar en ben burgemeester van Roeselare. Mijn naam is Tim Bourie, chef van restaurant Bourie in Roeselare. Mijn keukenfilosofie is rap en goed. Mijn keukenfilosofie is pure keuken. Eenvoud, product staat centraal, krachtig in smaak. Een signature dish, wat is dat toen? Dat is, mijn specialiteit bestaat eigenlijk uit croque monsieur Hawaïen. Maar dat is wellicht wat te moeilijk voor de kitchen battle. Signature dish is de filet américain, dat we ook gaan bereiden op de wedstrijd. Ja? Ik kom uit de beenhouwersfamilie. Mijn grootvader was slager, kan enkel een onkel die slager worden. Ik vind het super lekker. Filet américain op en top. Belgisch, West-Vlaams, getint. Mijn grootste hindernis is dat ik volledig twee linkerhanden heb, motorisch geen groentjes kan snijden en vlees liever zie dan dat ik het moet versnijden. Dat is een nervositeit en dat is wel nerveus. Dat is even, zoals echt aan het trillen. Ja, ik denk wel dat dat zijn nervositeit gaat moeten bedwingen. Ik doe mee aan de Kitchen Battle omdat ik geloof dat in West-Vlaanderen onze steden het best eten kunnen klaarmaken, de beste service kunnen geven, daar zorgt Tim voor en dat we het best kunnen opeten. Daar ben ik vooralsnog de specialist.